Want die mensen hebben geklaagd over geluidsoverlast. En de trillingen. Ik heb echt wel momenten dat ik voelde gewoon een trillingen resoneren van bussen. En de gemeente Vlissingen heeft gehoor gegeven aan die klachten, want de bus rijdt nu weer een andere route. Ja, het is nou eindelijk eens heerlijk rustig weer in de weekenden. En een dingetje, op de nieuwe route slaat de bus iedere halte over. Dus je kan hier nergens meer opstappen, je kan hier nergens meer heen. In de Chopinlaan heb ik de indruk dat iedereen wel 1 of 2 auto's heeft. Maar er zijn heel veel mensen die die bus gewoon keihard nodig hebben. De gemeente Vlissingen en Connection zien vooralsnog geen ander alternatief. En dat is lastig voor de wijkbewoners. Ik denk dat het bijna niet meer te lopen is. Maar de inwoners van de Chopinlaan hebben nu in ieder geval geen overlast meer. Nou, ik denk dat we in Vlissingen nog een beetje blij mogen zijn met de voorzieningen die er zijn. En dat het altijd erg kan, zeker als je naar Vlaanderen kijkt. Daar gaan bussen soms maar 1 keer per uur.